camera, licht, actie. Op dit moment wordt er met een camera opgenomen. Dat is wel grappig, want jullie kunnen hem niet zien of horen, maar hij kan wel jullie nu filmen wat ik nu zeg en horen wat ik nu zeg. Dus jullie zijn nu dubbel opgenomen, wat ik nu zeg. Ik ga nog ook bij die voorlichtingsvideo maken voor Asperger. Voor als ik naar de tweede klas ga, of de derde klas, van een beetje tenminste, hoef ik niet een hele spreekbeurt te houden over wat ik heb. Volgens mij rond mijn 11e of 12e vertelde mijn moeder me, toen liep ik naar boven en toen was ik laatst was een tijdje na de IQ-test waar die ik gehad had op Herderhof was dat. Toen liep ik naar boven en toen ging mijn moeder zitten en die zei ik wil je iets belangrijks vertellen. Ik dacht van wat is dat nou weer? En ik ging zitten en toen vertelde zij dus dat ik een afwijking had, Asperger dus. En ik dacht van nou ja dat wist ik helemaal niet. Maar, nou ja, wat is dat eigenlijk dacht ik. Maar ja, toen gingen we dus iets aan doen, want nu wist ik waardoor het allemaal kwam. Mijn ouders die dachten van, waarom doet hij zo? En die hebben het uiteindelijk uitgevonden aan de hand van aanwijzingen van hoe ik me gedroeg, symptomen eigenlijk, dat ik dus Asperger heb. Nou, ik denk dat mensen zeg maar in eerste instantie niet zoveel zullen zien. Dat het niet zo, het is niet zo zichtbaar, je hebt geen gebroken arm of zoiets dergelijks. Wat opvallend bij hem is dat hij gewoon heel veel weet. Heel veel kan vertellen zeg maar, over feiten en over wetenswaardigheden en over vooral de natuur, heel veel. Ik hou me liever aan feiten, omdat die duidelijk zijn. Dan hoef ik niet na te gaan denken van, ja, waarom zou iets zo zijn? En stel dat dat nou zo is, dan zou dit... Dat is ook wat irritanter, omdat je dan wat te veel mogelijkheden. Dan moet je met te veel dingen rekening houden. Dan moet je allemaal dingen in je achterhoofd hebben van bijvoorbeeld... als dat nou dat is, dan is dit dit. Zodra die zeg maar, vrijere studievormen moet gaan hanteren, samenwerken met anderen, uitzoeken van informatie op een eigen manier, zeg maar, niet voorgestructureerd of minder voorgestructureerd, ja, dan wordt het gewoon moeilijker. Dan zijn de kaders veel minder duidelijk voor hem en dan moet hij op zijn eigen gaan zoeken. Op school is dat ook een van de moeilijkste vakken die je hebt, levensbeschouwing. Omdat je daar heel abstract moet denken met meningen. Meningen die verschillen heel veel, waardoor ook veel te veel mogelijkheden ontstaan. Levensbeschouwing is dus een heel apart vak. Iedereen heeft een andere kijk op. En dat is ook heel moeilijk, omdat je dan allemaal dingen moet bedenken van... Ja, hij vindt het stom, omdat... Of de ander zegt, hij vindt het leuk, omdat bijvoorbeeld... omdat het zoveel mogelijkheden heeft. Maar ik vind het dan niet leuk, omdat er dan zoveel moet nadenken, zoveel... moet onthouden. En dat is dan niet leuk. Feiten, dat is voor mij zelfs leuk om feiten te hebben. Omdat je dan zo'n fijn houvast hebt. Omdat je dan zo helemaal zeker bent van... Nou, dit kan niemand afnemen. Ik kan lekker veilig doorrekenen van wat er nog meer klopt. Als hij maar zo doet, dan krijgt hij ook maar beperkte informatie. Hoeveel ik binnen. Als hij met ons gaat fietsen, dan fietst hij rechtdoor. En let niet op ons. Echt helemaal niet. Toen hij heel klein was, raakte hij zo ook wel kwijt. Hij fietste gewoon vooruit. En dan moest hij hard achteraan soms. Reageerde niet als we hem riepen. Ik kan heel veel onthouden. Getal van pi, zeg maar. Van achter de komma zoveel keer. Dat vindt hij dan heel leuk. En de verhouding van de omtrek tot de diameter, dat is pi. En het getal bedraagt 3.1415926535897923. En ik probeer steeds mijn getallen van pi te verlengen. Nu zit ik op de 17. En dat is heel leuk om te weten hoe zo'n getal, hoe ver zo'n getal gaat. Maar wat hij dus moeilijker vindt, wat hem moeilijker valt, zeg maar, is te voelen, zeg maar, van, en te reageren op anderen. Maar het komt wel eens voor, ik kan me tenminste één geval herinneren, maar ik zit zo vol met herinneringen dat ik dat niet allemaal boven water kan halen. Maar sommige dingen, die kan ik me wel herinneren. Ik herinner me zeker nog één keer dat ik iemand een compliment gaf. Toen dacht ik van, nou ja, laat ik deze keer maar eens wel iets zeggen van goed gedaan. En dat is dan wel moeilijk. Vroeger had ik zelfs het probleem dat ik zelfs niet eens sorry kon zeggen. Dan als iemand dan zei, zeg sorry, dan zei ik zo, nee, nee, nee. En dan rende ik stampend door het huis uit. En dan heel boos, terwijl ik degene was die eigenlijk een fout had gemaakt. Want ik kon toen echt niet sorry zeggen. Dat was dan iets echt van, meer iets niet van, in plaats van sorry zeggen, was dat meer van tegen jezelf zeggen, je bent een loser, je bent een sukkel, je hebt iets fout gedaan.
heel typerend is van wat hij zelf ook zegt, hoor, van troosten, dat kan ik niet. Dus als iemand pijn heeft, zijn broertje of zijn zusje pijn heeft, dan, ja, dan verwacht je normaal gesproken dat de aandacht dan naar dat broertje of zusje gaat. Maar bij hem dus absoluut niet. Hij kakelt gewoon rustig door of hij zit vreemd te kijken van wat gebeurt er nou. Of... Want ik weet niet hoe je dat aanvoelt. Want het enige wat ik me een beetje kan voorstellen is wat anderen doen. Dus zeggen gaat het, dat is ook niet echt genoeg, heb ik gemerkt. Maar ik heb echt geen zin om iemand zo een arm om iemand heen te slaan. Zo iemand ben ik niet. Ik ga niet echt lichamelijk contact maken. Maar hoe moet het dan wel? Wat moet ik dan wel zeggen, is mijn vraag. Want ik kan me dat echt niet voorstellen. Als ik zou moeten uitleggen aan mensen hoe ik Ivo zie, dan springt er met name uit dat het zo'n ontzettend leuke knul is, die heel bereidwillig is om mee te denken met allerlei problemen en voorvallen die hij tegenkomt. Als je hem niet kent, zou zijn rechtstreeksheid en zijn moeite om voorbij niet kloppende dingen te kunnen komen je wel kunnen storen. Hè? Het kan heel wat vrevel en irritatie oproepen als je niet begrijpt waar dat gedrag vandaan komt. Dit is mijn bewaarder voor schema's. Ik maak bijvoorbeeld schema's over wiskunde, over computerspelletjes. En een voorbeeld daarvan dat is deze. Maar op school, daar merk je aan hoeveel er hem ontsnapt. Dus hoe hij waarschijnlijk heel veel moeite moet doen om alles wat binnenkomt. Hij zal het allemaal proberen te kaderen in vaste gewoontes, waardoor het weer overzichtelijk wordt. Maar dat blijft dat natuurlijk elke pauze en alle dingetjes die er in klas gebeuren op school zijn toch onverwacht, eigenlijk. Dus hij mist veel informatie. Hij weet eigenlijk wat andere kinderen gewoon weten op een school, dat weet hij helemaal. Dat spoort eigenlijk niet met een heel intelligent kind. Dan zou je verwachten van die doet dit, hup, en die heeft het in de smiezen. En dat is het absoluut een valkuil, ook voor ons nog regelmatig. Mijn schoolbecijfers bewijzen dat ik slim ben, omdat ik dus genoeg presteer om naar, in dit geval, het gymnasium te kunnen. En dat bewijst dus dat ik slim ben, want gymnasium is dus de hoogste graad die je kunt halen. Maar slimheid, dat is ook iets abstracts. Je kunt er dus in een bepaald opzicht slim zijn. Want ik ben bijvoorbeeld wel slim qua IQ, intelligentiequotient, maar helemaal niet slim in emotioneel quotient, EQ. Dat is een nieuw actueel onderwerp. Maar dat is dus het sociaal intelligentie. Maar daar ben ik dus niet goed in. Wat is nou Asperger en waarin kan die groeien? Wat kan die wel begrijpen, zeg maar? Wat kan die wel aan? En welke dingen dus niet? En dat blijft constant, zeg maar, een zoeken, hoor. En want wij worden ook ik zelf word ook nog regelmatig, zeg maar, boos, waarbij ik heb zo van, ja, begrijp het dan, of luister nou eens goed. En terwijl je denkt van, ja, kan dit dat nou vatten of niet? Ja, een middelbare school is natuurlijk, in eerste instantie, als je de lagere school gewend bent, gewoon heel rommelig, zeg maar. Allerlei leerlingen die ook door elkaar heen lopen, die moeten van klas naar klas gaan, elke uur weer verschillend en elke uur weer een verschillende leraar. Ja, ook al vroeg met de scholen gaan praten, dus verschillende scholen uitkiezen en dan ook al gesprekken houden in, volgens mij alleen groep 7. En dat was op zich heel verschillend hoe je dan, wat je dan terugkrijgt. Bij sommige scholen echt een reactie zo van, ja, maar we kunnen niet aan beginnen om leraren voor te lichten van over Asperger of over uw zoon. Want daar hebben we gewoon de tijd niet voor. We hebben het al zo druk enzovoort. Dus sommige scholen die echt duidelijk aangaven van, ja, daar kunnen we gewoon niks mee beginnen. Aan de hand van een instructie die de ouders van Ivo hebben geschreven en de leerkracht uit groep 8 is er een soort handleiding geschreven voor de omgang met Ivo, zodat alle docenten op zijn nieuwe school op de hoogte zouden zijn van zijn stoornis en wat dat kon betekenen als ze Ivo in de klas hadden. Als ze zich daar een beetje aan houden, en daar zijn ze best wel soepel in, van dat hij tijden, ja, dat klinkt zo gek, niet op hoeft te letten. Omdat als hij moet opletten, als het hem echt niet interesseert, dan wordt hij wel storend. Dus in een bepaalde mate mag hij voor zichzelf wat doen. Voor de meeste leerlingen is het genoeg, je geeft de opdracht en dan heeft die leerling het over 5 weken ingeleverd.
Voor Ivo geldt dat je in eerste instantie moet checken, en dat kan ofwel de docent zelf doen of zijn vaste coach, van is de opdracht helder? Weet je nu wat je moet doen? Om te zorgen dat voor Ivo helder is dat dat wat je besproken of afgesproken hebt, zul je altijd voor hem moeten opschrijven. Ivo heeft een eigen mapje waarin hij de belangrijke papieren doet. Hij heeft in zijn eigen agenda een belangrijke pagina ingesteld waar hij een aantal krachtige zinnen voor zichzelf neerzet die hem helpen om het gedrag zo te houden als gewenst is. Daarnaast gebruikt hij proefwerkschema's, geschreven instructies voor gewenst gedrag, minuut tot minuut programma's voor gewijzigde dagen zoals sportdagen, excursies, feestavonden als hij daar al naartoe wil gaan. Voor mij is het school meer informatie vergaren en voor anderen is het meer overleven om misschien nog net op de haven te komen en zoiets. Terwijl ik gewoon een beetje leer en gewoon de boeken gewoon door kan lezen voor de lol. Gewoon in plaats van. En dat ik ga voor de hogere cijfers, 8,5, misschien wel een 9. Terwijl anderen al heel blij zijn met een 6,5 of een 7. En dat is dan een heel ander perspectief op school. In de contacten met zijn klasgenoten blijkt vaak dat Ivo zo'n voorkeur heeft voor zijn eigen onderwerpen. En weinig interesse voor de onderwerpen waar zijn klasgenoten mee bezig zijn. Denk dan aan uitgaan en de hoogte van je zakgeld en welke kleding je aan hebt. Allemaal zaken die voor middelbare scholieren toch heel wezenlijk zijn. Daar heeft hij geen boodschap aan. Hij zegt dan ook tegen mij, ik snap niet waar zij de zin vandaan halen om over dat soort zaken te praten. Ja, gesprekken zijn belangrijk om dus een beetje sociaal contact te onderhouden. Maar het is moeilijk voor mij om een gesprek te beginnen. Dat is ook iets heel moeilijks. Dat heb ik op een blad gezet. Gesprek beginnen, dat is heel lastig. Omdat je dan een onderwerp moet beginnen. Soms als ik een gesprek begin, dan raak ik helemaal heet. En dan denk ik van, verdorie, wat moet ik nou zeggen? Dat is ook heel lastig. Maar meestal weet ik dan toch het gesprek verder te gaan. Soms moet ik dan een beetje overswitchen omdat ik een beetje in nood zit. Ze waren dingen van zijn bureau aan het pakken en weg aan het gooien en zijn tas pakken en dus een uit en dagen. En hij wist niet waar dat voor was. En dat zat erachter. Ze vonden hem storend. We hebben toen meteen in de eerste, tweede of derde week een klasvoorlichting gedaan voor zijn klasgenoten. Om te zorgen dat ook zijn klasgenoten op de hoogte zouden raken van zijn stoornis. Om gewoon de acceptatie van Ivo wat te vergemakkelijken en zijn start op het Augustinianum goed vorm te geven. Als je Asperger hebt, dan moet je wel op begrip kunnen rekenen als de andere eenmaal beter. Maar ze moeten niet als een verdediging gaan gebruiken. Ze moeten wel zich hun gedrag aanpassen aan je Asperger. Maar ze moeten niet zeggen van, daar kan hij niks aan doen, hij heeft Asperger. En dat soort dingen. Dat moet je niet gaan doen. Je moet rekening houden met degene, maar niet gaan verdedigen. Toen heb ik in eerste instantie hen laten benoemen wat ze opgevallen was aan Ivo. En alhoewel ze pas 2 of 3 weken met hem te maken hadden, kwam daar al een lawine van informatie uit. Waaruit bleek dat kinderen natuurlijk al heel snel in de gaten hebben dat Ivo echt anders is. Hij ging vaak in discussie met leraren. Reageerde nogal snel op bepaalde pijntjes in hun ogen. Toen ik later uitleg had gegeven over wat de stoornis van Asperger inhoudt en aan hen vroeg of ze tips hadden voor Ivo en of ze misschien ook zouden willen helpen, bleek eigenlijk dat kinderen zo snel weer omturnen en heel erg bereid zijn om iemand die anders is te helpen. Leraren, dat zijn dus wat hogere personen, omdat ze je les geven, je moet naar ze luisteren. Net zoiets als ouders. Je moet ook naar ze luisteren en ze leren je ook welke dingen je wel mag en niet mag. En soms leer je ook iets nieuws, zoals de tafeldekken bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, de leraar op school, die beschouw ik niet als een hoge persoon, maar meer als een soort metapersoon. Gewoon als niet echt als een klasgenoot. Je gaat niet echt in gesprek over muziek met ze houden of zo. Maar wel als een soort medepersoon. Iemand waar je gewoon kunt aanspreken.
Voor de leerkrachten van Ivo is het wel een omschakeling geweest, denk ik. Omdat inderdaad die valkuil erin zit. Hè. Het is een hele slimme jongen en toch begrijpt hij bepaalde zaken niet of niet goed. Daar zul je dus in moeten verhelderen. Denk ook zonder de wekelijkse begeleiding die Ivo heeft. Dat het hem niet zou lukken om zijn gymnasiumopleiding succesvol af te ronden. Die begeleiding is er toch op gericht om een heleboel zaken voor hem te verhelderen. Zijn agendaplanning mee in gang te zetten en vervolgens ook te checken of hij het goed doet. Hè? Want een eenmaal aangeleerde strategie blijft ook wel werken. Daarnaast is het heel belangrijk dat de docenten die Ivo lesgeven begripvol zijn. En zien dat het een jongen is die zo heel erg graag wil, maar gewoon niet weet hoe hij dat dan moet doen. Dus je zult zijn Asperger moeten accepteren om hem goed aan te kunnen sturen. Goed luisteren toch naar hem. En het helpt hem als je daar iets van laat merken. Daar zijn we natuurlijk niet altijd even goed in. Dus dat je hebt gehoord wat hij zegt, maar tegelijk moet je direct de realiteit zijn voor hem. Dat merk ik, dat wij heel vaak de realiteit moeten spiegelen van... Ja, en in het van hoe hij zich normaal moet gedragen eigenlijk, thuis. En naar school toe. En wat de gevolgen zijn van als hij dat niet doet. Dus dan moet je hem dat vertellen. Ja, maar luister, als je alleen in een hoekje gaat staan... of uiteindelijk krijg je dan ook geen vrienden, zoiets. Wij zijn met name sociaal-emotioneel gericht... maar voor Ivo moet het juist emotioneel neutraal zijn. Je moet niet het gevoel krijgen dat je boos bent of weet ik veel wat. Die gevoelens, daar kan hij op dat moment niks mee. Hij wil vooral van je horen wat hij dan moet doen of hoe hij het dan moet doen. En niet dat je er geïrriteerd van wordt of je beledigd voelt of dat soort zaken. Daar kan hij letterlijk niks mee. Maak het dan maar concreet voor hem in handelingen of in daden die je van hem verwacht. En dan kan hij ermee verder en dan is hij ook heel erg coöperatief. Een hand geven, iemand aankijken. Eens vragen hoe het met de ander is, dat soort dingen. Die vertellen we hem allemaal dat hij dat... Dus in die zin gebruiken, help zijn verstand om dat allemaal te leren. En het duurt lang, maar denk ik wel een aantal dingen op een gegeven moment voor hem. Wat ook, net als die tafeldekken gewoner worden. Dus kun je hem gelukkig sociaal gedrag aanleren. Ja, zo'n soort databank van gebruiken, zeg maar. Van in die situatie moet ik zus en zo en zo doen. Ja. En als iemand pijn heeft, dan... maar dat vindt hij nog steeds heel moeilijk, omdat het opgelegd is van dan raak je hem even aan of je kijkt even, hoe gaat het? En dat doet hij keurig, zegt hij. Hoe gaat het? En daarna weet hij niet meer. En wat heel belangrijk is voor iedere docent die met Ivo werkt, is dat je dus inderdaad naast het begripvol zijn en accepteren dat Ivo deze stoornis heeft, ook bereid bent om even toe te geven als je het al een keer mis zou hebben gehad, maar dan wel weer de regie terug te nemen. En jij bent degene die leiding geeft en Ivo heeft er ook behoefte aan om die duidelijkheid te voelen. De school heeft geregeld contacten met de ouders van Ivo. En andersom trouwens ook. Hè. Als er voorvallen zijn thuis die van belang zijn voor het functioneren van Ivo, melden de ouders dat aan school. Er is eigenlijk een heel netwerkje om Ivo heen, wat op de hoogte moet zijn van alle afspraken. Als we niet hadden kunnen samenwerken met de ouders van Ivo tijdens deze gesprekken, dan zou het nooit zo goed gegaan zijn als het nu gaat. Ja, kijk, het gaat goed met Ivo, behoorlijk goed. Dus wij zeggen dat toch daar een heel stuk daarmee te maken heeft. Met de voorbereiding en die stut en steun die je aan alle kanten probeert te geven. En het voor hem proberen overzichtelijk te maken. En de problemen die zich dan voordoen, kleinere, grotere, dat je die allemaal probeert een oplossing voor te zoeken. Zodat hij zich op zijn gemak blijft voelen en dan vooruit blijft kunnen gaan. Tijdens de gesprekken die ik met Ivo heb, blijkt wel dat het hem ontzettend veel energie kost om te functioneren in een wereld die voor hem chaotisch is.
En ja, ik moet ook zeggen dat ik ondanks zijn Asperger een bewonder om het feit dat hij zo bereidwillig en actief is om toch mee te draaien in die wereld en vreselijk zijn best doet om ons te volgen en om aan te geven hoe wij het beter zouden kunnen doen.